Ben jij een introvert? Introverte mensen zijn rustig, zeggen niet veel en zijn liever alleen dan in een gezelschap. Laten zich op wanneer ze, dat is heel belangrijk, alleen zijn met hun gedachten en ideeën. Ben je ook zo? Typ hieronder introvert. Introvert is een benaming voor personen die naar binnen gekeerd zijn. Oké, maar het leven is sociaal zijn, het leven is netwerken, het leven is je laten zien. Zijn met de mensen waar je van houdt. Dus wat kies je als introvert om te doen? Even inzoomen op de situatie wanneer het spel van Mario uitkwam. Ik heb de Nintendo Switch. Misschien speel je ook Nintendo, laat het hieronder weten. En het spel heet Mario Odyssey. Het is zeg maar een open wereldspel met de personage Italiaanse loodgieter Mario. En ik koop het. Het weekend komt eraan. En een van mijn goede vrienden die ik sinds de middelbare school kent, die zegt, hey Baic. Baic is mijn achternaam, mijn voornaam is Marco met een K. En zegt, hey joh, gaan we dit weekend uit, even iets leuk doen. Maar ik als introvert die denkt, nou weet je, bro, ik denk dat ik toch liever even dit weekend thuis blijf. Dus ik zeg uiteindelijk, nee, want als introvert wil je even alleen zijn met je gedachten, met je ideeën. En wat doet dan een extrovert? Een extrovert krijgt juist energie van het zijn met vele mensen. Misschien ken je ze wel, de personen om je heen die extravagant zijn, die energieker wellicht overkomen en veel minder stil zijn dan de algemene introvert. Nou, wat voor effect heeft het dan op jouw leven, als en ook op mijn leven wat heeft gehad, als je binnen blijft zitten, weekenden lang? Het grote voordeel is, je leert jezelf zo onwijs goed kennen. En ik, die mompelde, die rood werd, die zweette, die niet graag voor de klas stond of op beurzen tijdens mijn hbo-studie, heeft uiteindelijk wel zijn angsten overwonnen. Van communicatie. Het extravagante aangaan, het avontuur aangaan, sociaal zijn terwijl je geen zin hebt om sociaal te zijn. Dat is waar je voor kiest als introvert en dan groei je naar een personage die ik nu ben. Als ik mezelf zo voor de camera zie, dan oordeel ik mezelf niet als een Marco. Weet je, ik oordeel mezelf niet, ik kijk naar het scherm. Er is trouwens het groot verschil als ik naar het scherm zou kijken. Hallo, leuk dat je kijkt. En naar de lens. Maar dat terzijde. Ik oordeel mezelf vanuit een helikopterview. In elk geval zullen we onszelf oordelen of beoordelen. En trouwens, als je iets niet op social media post, haal je jezelf dan omlaag? Ik denk het wel, want dan zeg je, mijn gedachten, mijn ideeën zijn niet waardig genoeg om aan de wereld te laten zien. Mijn gedachten en ideeën dienen alleen mezelf. Dus dit ook helemaal naast dit thema wil ik nog even toevoegen, naast het introvert zijn, over posten op social media. Deel je gedachten, want ik garandeer je zult iemand inspireren aan de andere kant van dit scherm. Goed, terugkomend op het verhaal, ik die thuis zit en het voordeel van jezelf leren kennen als introvert wanneer je het weekend even thuis blijft. Je gaat in gesprek met jezelf. In je gedachten. Hey, dit vind ik leuk aan mezelf, dit niet. Ik speel dan misschien Mario Odyssey. Maar je bent echt met jezelf. En wanneer je tijd durft te spenderen met jezelf, alleen durft te zijn. Misschien is het zelfs handig als ik even niet het spelletje speel en gewoon met mezelf zit bij wijze van. Dan ga je de confrontatie aan. Dan pak je de spiegel en dan kijk je. Dat is wat je doet wanneer je met je alleen zit, wanneer je met jezelf zit. Durf jij dat aan als extrovert? Durf jij een weekend niet uit te gaan? Durf jij een keertje niet je tijd te vullen met mensen om je heen? Vele grote wereldleiders, misschien ken je de meneer die zei I have a dream op een gigantisch podium in Amerika. Zijn naam is Martin Luther King. Hij was ook een meneer die veel tijd alleen spendeerde. Grote leiders, zelfs de meneer in India, genaamd Mahatma Gandhi, die oorlog voerde zonder wapens te gebruiken. Hoe geniaal is dat? Dat waren mensen die spendeerden tijd alleen, ook wel in solitude. In het Engels, in solitude. Want je hebt tijd om na te denken. Dat wil je. Je wilt even reflecteren op, hey, wat is er vandaag gebeurd? Want ik merkte op een moment dat ik in Den Bosch werkte, ik had echt een topbaan na mijn hbo-studie, waar ik mee stopte om mijn droom na te jagen. Daar zal ik in volgende video's meer over vertellen. Ik ben nu zelfstandig ondernemer, woon samen met mijn verloofde en kan gewoon de rekeningen betalen en nog wat sparen ook. Maar de baan die ik had in Den Bosch, hè, daar merkte ik dat het veel energie van me vroeg. Het sociaal zijn. Nou, waarom was het allereerst een leuk bedrijf en waarom was het sociaal zijn zo zwaar voor me? Ja, het was een topbedrijf omdat ik 41 vakantiedagen had. 28 plus 13 ADV-dagen noem je dat dan. 41 vakantiedagen in een jaar, dat hebben weinigen.
Nou, ik had een prima loon. Was iets van, ging richting de 2800 bruto, volgens mij op dat moment. En dat was in 2019. En ik had een toptijd met mijn collega's. Weet je, ik had internationale collega's en dat vind ik heel leuk. Want dan kan ik van andere culturen proeven, andere mentaliteiten, andere mindsets meenemen in mijn gedachtegang, in mijn mindset. En zo mezelf verbreden als mens en ook beter leren sociaal te zijn. Maar waarom kostte dit mij zo onwijs veel energie om in de bos te werken? Ik deed de klantenservice, klantendienst voor de Duitse markt, Engels sprekende markt, Nederlands sprekende markt. En ik moest heel sociaal zijn. Communiceren met collega's, hey, er is een probleem met de zending of noem het maar op. En dan ging ik nog eens naar huis rijden. Dat was ongeveer een half uurtje, toen woonde ik nog in Gorinchem. En ik ging weer bijvoorbeeld naar een audioboek luisteren in de auto. Wanneer ik thuis kwam, was ik met mijn ouders, toen die tijd nog. En in de avond ging ik ook weer naar iets luisteren of ook weer constant mijn gedachten, mijn hersenen vullen met externe bronnen. Dus alles wat er op werk gebeurde, en er was toen van alles en nog wat, zal ik het zeker nog wel een keertje over hebben, maar dat kon ik niet verwerken, omdat ik mijn gedachten aan het vullen was met anderen gedachten. Dus wat gebeurt er wanneer je iets wat van binnen schoon is, vult met verschillende drankjes? Laten we zeggen, je maakt een whisky cola. Is de whisky niet schoner als je het gewoon whisky houdt? Wil jij niet gewoon een whisky zijn? Of waarom vul je je whisky met cola? Ik doe dat trouwens wel. Drink jij whisky? Laat het hieronder weten. Maar hou jezelf zo schoon mogelijk, zo puur mogelijk, zo whisky mogelijk. En dan zul je meer energie krijgen als introvert. Nou, hoe vind je dan de balans? En daarmee zal dit worden afgesloten. Hoe vind je de balans als introvert om toch sociaal te zijn? Want vroeg of laat wil je dat. Vooral als je ondernemer bent, maar ook als je het niet bent. Als je een werknemer bent en misschien geen ondernemer. Je bent in elk geval een vriend of een vriendin, misschien een broer. Misschien een zus, misschien een vader, misschien een moeder. Dus sociaal zijn is heel belangrijk als introvert. Hoe vinden we de balans? Spreek vaker. Strek de balans. Want misschien is je balans nu, oké, op werk ben ik sociaal. Wanneer ik thuis kom, ga ik op de bank zitten en ontspannen. En wil ik van niemand niks meer horen. Maar ik weet zeker, en ik ben heel jong nog, 25. Ik weet zeker dat naarmate je ouder wordt en je steeds minder connecties krijgt of overhoudt door dit soort gedrag. Van ik wil even niemand om me heen. Weekenden zijn ook helemaal voor mij. Dan gaan weken, dan gaan maanden, dan gaan jaren overheen. En ik heb nu het bewuste moment eromheen gecreëerd om dit concept. Dan ga je ongelukkig zijn. Er was een studie van volgens mij 2500 ouderen. Waarin er werd gekeken naar het sociaal leven. En des te minder goed die personen, die oudere personen, er waren 70-plussers, hun sociale kringen hadden onderhouden. Des te ongelukkiger ze leefden op een latere leeftijd. Wil je wanneer je 70 of 80 bent weinig mensen om je heen hebben als introvert? Ik geloof van niet. Dus spreek vaker. Ik vond het niet leuk om te spreken. En nu ben je nog steeds aan het luisteren. En ben ik nog steeds aan het spreken. Dus strek je tong, wil ik zeggen. En niet natuurlijk zoals je in verschillende tekenfilms ziet. Maar wel spreek vaker. Weet je, het wordt echt makkelijker. En dat is het. Het is een spier die je als introvert wilt trainen. Je tong, strek hem. Wees puur als whisky. Blijf dicht bij jezelf. Maar zorg gewoon voor dat het makkelijker wordt voor jou om sociaal te zijn. En hoe kun je dat het beste doen? Door vaker te spreken. Reconstruct yourself. Vond je dit interessant? Vergeet niet te abonneren. Dankjewel.